Morgen, daar zijn we weer met een video. Vandaag gaan we stampot krootjes maken. Met stukjes spek en appel door de krootjes, een uitje en een bal gehakt gaan we erbij maken. Ja, een bal gehakt gaan we erbij maken. Ik heb de krootjes die zo van het land afkomen, die heb ik ongeschild en gewoon zo van het land in de pan gedaan. 3 kwartier gekookt. Dan kun je ze veel makkelijker schillen dadelijk. Die zijn nu net klaar, dus die laten we afkoelen. Inmiddels heb ik dus de aardappels al geschild. Die zitten in de snelkookpan. Die gaan we dadelijk klaarmaken, snijden en dan worden ze gekookt. Deze keer doe ik dat in de snelkookpan, een BK-snelkookpan. En dan gaan we eens afwachten of dat werkt. Dat doe ik voor het eerst trouwens, geloof ik. Nou, hoe het verder gaat, zullen jullie dadelijk zien. Ik ben net vleeswezen halen bij de Shell, de Kruiskade, Rotterdam. Ik heb een half kilootje spek gehaald. Want als je normaal spekblokjes in de supermarkt koopt, betaal je gewoon €4,99 voor een ons. Dat is te gek voor woorden. Ik heb nu een half kilo voor €4. Dan snij ik het zelf in blokjes of stukjes, wat je zelf wil. En die bak ik uit. Dat is toch beter ook. En dan heb ik een half kilootje halal gehakt gehaald bij de Marokkaanse slager op de Nieuwe Binnenweg. Dan gaan we balletjes gehakt in ketchup saus maken. Daarvoor nodig hebben we tomatenketchup, zwarte peper en zout, sambal, botjak, black sojasaus, paneermeel, gemberpuree, bruine suiker, water en nog wat andere kruiden die er dadelijk bij komen. En ik heb de sojasaus gepakt, maar ik moet de ketchup pakken. Dus dat is verkeerd. Die moet ik even omruilen. Peper en zout heb ik erbij gedaan. Dan gooi ik er een beetje curry bij. Niet te veel. Dan gaat er de helft van de knoflook. Die gaat erbij. Zo. De uitjes gaan erbij. Fijn gesneden. Uitjes gaan erbij. Dan gaat er een eitje bij. Eitje erbij. Dan gaat eens even kijken. De ketchup en de sambal erbij. En het paneermeel. En dat gaan we eventjes goed mengen. Ik heb er 4 ballen van gedraaid. Die gaan we nu even lekker aanbakken. En dan gaat de saus erbij. Die bak ik ook even apart. En dat gaat dan bij elkaar. Ik heb de koekenpan op gezet. Daar heb ik een stukje kroma in gedaan. En dan gooi ik een beetje olijfolie bij. En dan laten we even smelten. In de tweede koekenpan heb ik ook een beetje olijfolie gedaan. Daar ga ik het sausje in maken. Gaan we eerst even de uien en de knoflook erin gooien. Uitjes en de knoflook staan te fruiten. Balletjes heb ik in de suur gedaan. Die gaan we even rond en bruin bakken. En als dan het sausje klaar is, dat gaat dan bij de ballen gehakt. De ketchup en de ketchup en de bruine suiker heb ik erbij gedaan. En nu gaan we water toevoegen. Dan mengen we ook even goed. Gaan we even goed warm worden en dat gaat dan zo meteen bij de ballen gehakt. De balletjes zijn rondom bruin gebakken en nu gaan we dus het sausje wat we gemaakt hebben gaan we erbij gooien. Dan gaan we het vuur zo temperen en dan zetten we de deksel erop en dan laten we het lekker een half uur tot 3 kwartier lekker sudderen. Dan gaan we het spek in blokjes snijden. Daarvoor heb ik het snijplank even schoongemaakt met water en zeep. En dat leggen we eventjes in. Nou, misschien een minuutje eventjes in de magnetron. Dan is die zeker bacterievrij. We hebben spek gehaald bij de Shell. Dan gaan we zelf stukjes snijden, want dat is veel voordeliger. En dan heb je ook je eigen maat. Dan hebben we Ben van de Shell, die heeft me even gezegd hoe ik het mes goed scherp kan houden. Dus even aanzetten. Met dit ding hier.
Zo, en dan gaan we stokjes mee snijden. Kijk, en dan heb je gewoon je eigen stukje spek. Dat scheelt echt veel geld. En het is gewoon je eigen maat ook nog eens een keer. Dus wat wil je nog meer? Dan gaan we nu even aanbakken. Dit is voldoende voor vandaag. De rest die gaat klein snijden en die gaat de vriezer in. Dus heb je altijd spek bij de hand. Het spek doe ik ook gewoon in de koekenpan waar ik net de saus in heb gemaakt. Die heb ik niet schoongemaakt, dat hoeft ook niet. Want er zit natuurlijk nog saus aan. Je hoeft er geen boter bij te doen. Er zit zat vet aan het spek. Waardoor die dus vocht van zichzelf krijgt. En ze moeten lekker aanbakken. Dus dan gaan we zo zien hoe ze geworden zijn. Inmiddels staan de balletjes gehakt. Die staan goed. Kijk, die gaan goed. Iets zachter zetten. Heerlijk geluid altijd te bakken. Gaat ze goed uitbakken, die spekjes. Die gaan dadelijk door de krootjes heen. En dit is het uitgebakken spek geworden. Doen we even een folietje overheen en dat zetten we even weg. Super dit. De balletjes schak zijn klaar. Zijn perfect geworden. Inmiddels heb ik de krultjes geschild. Aardappelen in stukken gemaakt. In heet water gezet en die gaan we nu 8 minuten in de snelkookpan opzetten. De snelpankook doet het goed. Het puntje is omhoog gekomen. Dat wil zeggen dus tot hij onder druk staat nu. Ik heb hem op stand 1 gezet. Ik heb de krultjes in blokjes gehakt. Ik heb de appel in stukjes gehakt. En we hebben daar nog nodig een beetje nootmuskaat. Een stukje boter. En volle melk. We hebben het wel gehad. Het begint nu te sissen. De stoom komt er nu uit, dus dat is een goed teken. Aardappelen zijn klaar. 5 minuutjes in de snelkookpan, dat is ongelooflijk. Dus nu gaan we dat prakken en gaan we de rest bijvoegen. We voegen allereerst een beetje zout toe. Een beetje peper. Beetje nootmuskaat. En dat gaan we goed stampen even. Dan gaan we er een beetje boter en een beetje melk bij doen. Ik heb de boter en de melk erbij gedaan. Dat moet je steeds een klein beetje doen. Dus door je eigen fijne jouw smaak hebt. Dus tot, kijk, ik wil hem een beetje grof houden. Maar als je er meer melk bij doet, wordt hij smeuiger natuurlijk. Maar dat bepaal je zelf. Nu gaat de spek en de appel er doorheen. En als laatste, nadat je de spek en de appeltjes erbij hebt gedaan, gaan de krultjes er doorheen. En dan is dit geworden. Rode bietje stampot met een balletje gehakt. En spek en appels. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Ik heb er bijna 200 nou abonnees. Dus het zou erg leuk zijn als ik dat haal. Natuurlijk veel meer is nog beter. Maar voorlopig maar eens even 200. En een duimpje omhoog als je het een leuk filmpje vond natuurlijk. En tot de volgende keer. Doei doei.